Madonna, Clawfinger, Moby, The Cranberries. Het komt allemaal aan bod met het gesprek met Katrien van Heestelen. We praten uiteindelijk over de kracht van de stem, maar nog zoveel meer. Dit is echt een super fantastisch, inspirerend gesprek, waar de energie echt letterlijk flowt. Want Katrien en ik, wij kennen elkaar eigenlijk totaal niet. Geniet van dit ongelooflijk topgesprek met Katrien van Heestelen. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Riverside.fm. Ik heb heel lange tijd, eigenlijk van het begin, Zoom gebruikt om remote podcast op te nemen. Tot ongeveer aflevering 70, dan ben ik overgestapt op Riverside. De reden hierachter was dat ik zowel qua audio of video een hogere kwaliteit wou. Riverside kan ik eigenlijk beide sporen, zowel van mijn gasten als mezelf, apart opnemen. En te later bij mezelf gaan mixen. Als je zelf geïnteresseerd bent om Riverside.fm te proberen, dan kan je de couponcode Peter gebruiken op Riverside.fm. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Kijk, ja. Je hebt hem nog geen naam gegeven. Geen brengt me op ideeën. Voorlopig nog niet, nee. Nee. Ik moet wel zeggen, ik behandel dat wel zo alsof het een persoon zou kunnen zijn. Ik heb er wel al tegen gesproken. Connie de kerstboom. Ja, maar Connie gaat hij niet zijn. Het gaat sowieso een man zijn. Is dat? Ronnie. Ja, Ronnie. Ja. Ronnie de kerstboom. Ja, wat zeg je dan? Je hangt er wel slap bij van de jaar of zo? Of je takken staan? Goeiemorgen, ja. Lekker slapen. Ja, zo. Of ja, het houdt nog een beetje vol. Kunnen we een beetje extra huur verspreiden? In dat geval, ik zou eigenlijk beter wat als een arbre magiek kopen. Ja, ja. Zo meer huur verspreiden, denk ik, dan deze keer. Maar het is... Ja, kijk nu af en toe opzij, want daar staat hij. Ja, ik kan niet zien. Nee. Wil je hem zien? Een heel klein beetje wel. Ik zie een heel klein beetje... Wacht, ik ga zien dat ik hem kan laten zien. Daar. Kijk. Eigenlijk zou je dat gewoon moeten inzetten, heel het gesprek doen vanuit je kerstboom. Vanuit mijn kerstboom. Ja. Erin gaan zitten, in de Ronnie gaan zitten. Wat dat beter zou zijn. Het enige uitdaging dat ik dan heb, dan moet ik zorgen dat die podcast echt wel op kerstmis online staat. Mm-hmm. Ja, kijk, het is dat. Wat doe je me toch aan, Katrien? Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja, zo over waarover dat we het gaan hebben. Over kerstboom. Ja, over kerstboom. Voilà. Ik ben een blanco blad. Is behalve dat? Dan met de kerstboom. Sorry, ja. Je bent een blanco blad. Ja, ik heb niks voorbereid. Oei, Katrien. Je hebt een PowerPoint of zo voorbereid. Of zo een 1 uur durende monoloog over kerstbomen die een mannelijke voornaam krijgen en die moeten heuren. Niks. Dat klinkt heel fout. Ja. Ik vind dat wel tof, zo, die foto's. Ik vind dat wel cool, zo. Ik heb het er wel voor, zo. Dat hoeft zo niet conventioneel te zijn. Maar dat is mij, hè. Je rebel, zo. Tegen de stroming en... Wat doe jij? Ik ben echt een rebel. Ik noem mij een kerstboom. Een Ronnie. Een geurt. Ja. Een onbeschreven, sorry. Een onbeschreven blad, zo noem je het, hè? Een blanco blad. Ja. Ja. Dus ik ben ook niet zo van de voorgekoude gesprekjes. En ben blij dat je dat zegt. Ja. Ik ook niet. Dat is goed. Omdat ik persoonlijk geloof in flow. Ken je dat? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en beginnen met hetgene wat er is. Checken van wat is er nu en wat dient er zich aan en daarmee verder gaan. Daar ben ik ook helemaal mee akkoord. Yep. Dus in het hier en nu zijn, en dan kan ik je verzekeren dat je echt op nummer 1 staat in mijn top 5 van gesprekken in een podcast die begonnen zijn over kerstboom, die een man heette en die geuren. Allee, als er dan ooit een contest komt, Katrien, bij deze... Oh, al die andere Ronnies, die zijn zo verloren.
Test, ja. Ja, alle Rommies en alle andere kerstbomen. Maar over Ronnie gesproken, dat is nu volledig off-topic, maar we zijn nu toch volledig off-topic bezig. Mm-hmm. Ik had ik was een podcast aan het beluisteren en dat ging over de neurowetenschapper. En ik denk dat dat waarschijnlijk wel iets resoneert met jou, maar er zit zo een neocortex bij ons en die vertelt zo verhaaltjes. Hè? Mm-hmm. En het is ook te vergelijken als twee muppets die in je hoofd zitten, die zo heel de dag zitten te kwabbelen met elkaar. Mm-hmm. En veel mensen geloven dat die gedachten, hè, dat ze ons zeggen. En hij zei van, kijk, wat een heel goede manier is om afstand te nemen van je verstand, van je gedachten, is om die neocortex, om die een naam te geven. Hè. Hij noemt die Jacques. En dus als die zo bijvoorbeeld na een optreden of zo naar huis rijdt, dan begint die stemmetjes, die Jacques, zo, ja, dat was niet goed en dat was niet goed en dergelijke meer. En toen kan hij zeggen, Jacques, nu is het goed geweest. Nu moet ik het niet horen, nu is het genoeg geweest. Wel, de mijn noemt Ronnie. Ik heb de mijn Ronnie genoemd. Dus als er dan zoiets komt, die, ja, weet ik veel, kijk naar de dien, is toch goed bezig, of dat, of dat, of ik had van verleden week al zo'n moment dat zo van, oh, ik zit niet goed bezig voor een of ander ding. Ja, zo iets dat je bekruipt, en dan denk je, Ronnie, ik hoef het nu niet te weten. Mm-hmm. En ben jij daarmee bezig? Met dat soort dingen? Zo van, ja, hij zegt het in het hier en nu zijn, in flow zijn. Om echt te kunnen in hier en nu en te kunnen verbinden, die je, ja, het op je af te laten kunnen komen. Zonder verwachtingen, zonder attachments, zonder... Ik kan niet zeggen zonder voorbereiding, want ik ben wel een beetje voorbereid, stiekem natuurlijk. Mm-hmm. Ben je daarmee bezig, Katrien? Oh, ik ken ben daar zeker totaal mee dus. Bezig. Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja. Ja, zowel in mijn werk, vind ik dat heel belangrijk. Wat jij zegt, de Ronnie, ben ik daar ook met mijn klanten wel mee bezig. Zo op het moment dat ze moeten presenteren of dat ze moeten staan... Zo, dan, ja, je hebt zo bij de reclame, heb de Ludo. Ja, zo ja, dat stemmetje, hè. Dat, ja. Van alles zegt, dus we gaan inderdaad ook wel benoemen, die stem. En geloof je eigen gedachten niet. Ik ben straffer nog, de laatste tijd, zowel voor mezelf, als ook in mijn gesprekken, mijn coachinggesprekken, echt wel bezig van... Master your thoughts. Je kunt je gedachten sturen. Is dat zo? Ja, je kunt je gedachten absoluut. Je kunt, als een Ronnie bestaat, bestaat er ook een Connie. Die Connie die zegt waarschijnlijk heel veel andere dingen. Maar het is moeilijker om daarnaar te luisteren. Omdat de Ronnie, ja, die kennen we vaak. Ook vanuit wat we vroeger gehoord hebben thuis. Klopt. In de omgeving. Ja. Dus hij is een stemmetje dat heel goed ontwikkeld is. En ja, je kunt je gedachten gebruiken om ik noem dat soms wel eens de verkeerde weg, te piekeren, na te denken, alles wat er kan fout gaan. En ons hoofd houdt zo heel veel van drama. Ja, maar daarvoor is het ontwikkeld, hè. Het is ontwikkeld effectief om te overleven. Mm-hmm. En de neocortex inderdaad, die is gericht op een soort fight, flight en freeze modus, mm-hmm. en angst. Maar als je iets doet vanuit je hart, als het letterlijk stroomt, dan is dat er niet. Het is pas achteraf dat er dan dat stemmetje komt van, ja, maar dat was niet goed genoeg. Natuurlijk voor iemand die dan een presentatie of een spreekbeurt geeft of een keynote geeft voor de allereerste keer, laat dat stemmetje zeggen van, ja, je gaat dat niet kunnen. Ik heb dat nog altijd, hè. Mm-hmm. Hey, en waarbij dat je denkt, oh, dat accent. Ik heb niet dat accent van Katrien. Hey, of het is niet perfect algemeen Nederlands. Of het zal te snel zijn. Of het zal te traag zijn. Maar dat is vervolg dat je het niet doet. Mm-hmm. En dat is jammer, hè. Dat is jammer, want daarin zit ook uw kans om te groeien. Als je nooit niks doet, kun je ook niks verkeerd doen. Maar je kunt ook niet groeien. En je kunt pas groeien als je door dat oncomfortabel stuk heen moet. Ja. En ik heb daar, denk ik, afgelopen jaar een blog over geschreven. Madame Voertjes op
Je moet het gewoon zeggen voert. Voert? Zou dat eigenlijk uw Ronnie tegen uw Ronnie zeggen, oké, ik hoor u, maar je hebt geen reden. Toch doen. Ik ga het toch doen. Klopt. Ik ga het toch proberen. En we zien wel nadien. En meestal, de Ronnie is een drama queen, hè. Ja. Die maakt dingen veel erger, of laat dingen veel erger voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Of die maakt scenario's voor dingen die nog niet gebeurd zijn, allemaal mogelijke scenario's, waar dat zou kunnen verkeerd gaan, et cetera, et cetera. Terwijl in de realiteit, dat die 1% of die 99% van de scenario's gewoon niet gebeurt. Absoluut, absoluut. En het is goed inderdaad dat die Ronnie er is, dat die ons beschermt voor... ja, onzinnige dingen te doen. Maar die is vaak zo... Die neemt zoveel ruimte in dat we inderdaad te weinig dingen doen die ons verder kunnen brengen of die ons uitdagen om te groeien als persoon of in ons job of in eender wat eigenlijk. Ja. Ja, want hij is bezig, of zij, hè, ja. met behoud van... Zal ik de mijne Connie noemen? Ja, het is dat. Hè. Ronnie en Connie. Maar het klopt wel, omdat ik ken het, ik weet niet hoe dat is. Het is veilig en ik hou voor behoudsgezindheid. Hè? Mm-hmm. Dat is niks verkeerd mee, alleen groei je daar niet mee. En is het in het leven, is dat natuurlijk wel jammer. Het is door het onbekende erin te springen dat je kan groeien en dat je kan ervaren van hoe ver dat je eigenlijk wel kan gaan. En Ronnie gaat wel meegaan, en Connie ook. Hè? Mm-hmm. Die gaan sowieso wel mee, want die passen zich toch continu aan. Absoluut. Wanneer heb je dat ontdekt van de Ronnie en de Connie? Al lang geleden, hè. Terwijl je het aan het vertellen bent, ben ik aan het denken, ik denk heel zo concreet. Ja. In het boek van Elizabeth Gilbert, Big Magic. Zij beschrijft daar dat inderdaad dat je bepaalde gedachten ontwikkelt die je behouden van... En dat je dan inderdaad daarmee in gesprek kunt gaan en zeggen van, ik hoor u en je mag er zijn, maar ik geef u geen vetorecht. Ja. Je hebt niet de eindbeslissing, ik heb de eindbeslissing. En dat boek heb ik gelezen 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. En hoe jong ben je, als ik dat mag vragen? Ik ben... Dat is een heel goede vraag, als wat. Ik ben net 45 geworden. Ah, serieus? Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Dan ben je jonger dan ik. Ja. Heb je dat niet gegeven? En het is niet voor te charmeren. Nee. Er is wel een hele midlife aan vooraf gegaan. Ja, maar bij mij is dat ook zo. Je hebt tenminste je haar nog. Dat kan ik niet zeggen. Ja, het is waar. En het is nog ook... Mijn haar is nog oké. Nee, het is wat. Ik weet dat goed. Ik weet dat goed. Mijn psycholoog zei dat. Ik was denk ik 34 en ze zei... Het was de laatste sessie. Jij bent je gedachten niet. Ik heb er nog zeker 5-6 jaar over gedaan om dat te snappen, wat dat eigenlijk wilde betekenen. Nu, kan je gedachten veranderen? Wat ik wel geloof, is dat je gedachten komen sowieso. Zeker 80-90% zijn dezelfde, zoals dat je het recht aanhaalt. Maar het zijn maar gedachten. En het is door het reflectief. Ik beschouw mijn gedachten als soort kinderen, zou ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor naartoe ga luisteren. Soms ga ik gewoon zeggen, van, kan ik hier iets anders doen? En bedankt om dat te laten weten. Dus onbewust het tegenovergestelde gaan doen. Omdat ik iedere keer als ik het tegenovergestelde heb gedaan... dat ik ook nog altijd bleef leven. Het is niet dat er daar rare dingen gebeuren. Maar het vergt wel wat oefening, onder andere door meditatie, om te kunnen zien dat er nog iets anders is dan die gedachte zelf. Want vroeger dacht ik dat ik die gedachte was. Wij allemaal, denk ik. Ja, maar de meeste mensen denken dat ze de gedachte zijn, natuurlijk. Ja. Want anders zat je zonder werk. Mm-hmm. Alleen voor deel toch. Allee, dat is een beetje kort uit de bocht. Ik bedoel dat wel positief. Nee, maar inderdaad, ik denk dat dat een groot stuk is dat we als samenleving kunnen ontginnen. Hè? Onze kinderen leren. Allee, hoe fijn was dat geweest dat we dat als jongeren al geleerd hadden dat onze gedachten niet zijn wie wij zijn. Ik had dat wel graag iets vroeger
geweten. Ik eigenlijk ook, ja. Ja, ja, dus zo, maar dat zelfbewust zijn en dat ontwikkelen en dat misschien meegeven al in schooltijd, dat zou super fijn zijn. Ja, nee, dat klopt. Ja, want ik heb het toch wel 30, 35, een langer jaar mee rondgelopen met zo allerlei maskertjes en rolletjes. En je denkt dan dat is wie dat je bent, terwijl je dat achteraf ontdekt door dat los te laten. Wie ben je zonder het rolletje van vrouw, coach, Katrien? Allee, ga zo maar verder, hè. Ik bedoel, je titel of whatever. Mm-hmm. Want al die dingen die... Als je in een keer dat door hebt dat je masker aan het spelen bent of dat je rol aan het opnemen bent, is dat tegelijkertijd ook... Allee, je kan dat niet blijven vasthouden, omdat dat niet is wie dat je echt bent. En ik wou dat ik dat wist, ja, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ik denk dat... Ik kan niet zeggen dat we leven er anders hadden uitgezien hebben. Ik denk dat je sowieso door die periode moet gaan voor allerlei rare dingen mee te maken. Maar ik vind wel, kijk nu op onze leeftijd, hè, want ik ben letterlijk een jaar ouder dan jij, mm-hmm. Ik het wel, voor mij zorgt het er wel voor dat ik veel lichter kan leven. Mm-hmm. Ja, ja, en ook denk ik, ik had ook, het feit van, ik had dat ook wel liever wat vroeger geweten, maar wij zijn ook maar kind van onze generatie. Hè? Ik bedoel, als ik kijk de generatie voor mij, mijn ouders, zijn hiermee niet bezig, hè. Nee. En dan mijn grootouders, ja, die hebben een oorlog meegemaakt. Dus als die, het zijn wij pas en gelukkig. Allee, ik ben er zeer dankbaar voor dat wij dit werk kunnen doen en dat wij dit zelf mogen ervaren. Ook. En inderdaad, het is aan ons, denk ik, om dat door te geven op jongere leeftijd naar de volgende generatie. Om jongeren daar al bewust van te maken dat je gedachten ook maar opgepikt zijn, of dat stemmetje is ook maar ontwikkeld door wat anderen u vroeger verteld hebben. Ja. En het statement wat je aandacht geeft groeit, hoe kijk je daar naartoe? Ja, eigenlijk al die dingen komen ook terug in mijn werk. Dus dat is op zich wel heel fijn. Hè? Zodat, is dat niet? Dus zodat, als het gaat over stem en hoe dat je klinkt, daar zitten heel veel gedachten op. Als ik vraag in een groep wie vindt er zijn stem goed klinken, ja, het is één en dappere die zijn hand durft op te steken, maar mensen horen zichzelf niet graag. Mm-hmm. En tegelijkertijd, hè, ze willen dan werken aan die stem en ze willen meer resonantie in die stem. En op het moment dat die stem verandert, en omdat ik denk van wow, dit hier komt de kracht van een energie om die stem, dan zeggen ze, oeh, maar dat ben ik niet, hè. Dat vind ik wel een beetje raar. Mm-hmm. Of dat klinkt, dat is toch wel moeilijk, dit vind ik niet mooi. En dat is fijn, want dat is eigenlijk exact dat complot tussen, ik moet zeggen, die grootheid van die stem die van onderuit komt, want je leert echt je lichaam als klankkast inzetten, dus er komt nieuwe energie, veel klank, veel vibratie. En dat wordt zo groot dat stemmetje, hè, uw Connie of uw Ronnie, zegt dan, wow, wat gaan we doen? Dit kennen we niet, dit is niet normaal. En dan komt het conflict zo tussen hoofd en tussen die kracht die van onderuit aankomt. En dan zit dat strottenhoofd daar net tussen. En dan gaat die stem zo onstabiel klinken, zonder dat er enige controle is. Dan gaat die soms schakelen tussen kop- en borstregister. En het is dan, in dat moment, durven blijven gewoon niet naar dat hoofd luisteren. Hoofd in observatiemodus. Jij mag observeren wat er hier gebeurt. Hè. Kijk maar. En dan komt er een nieuwe klank. En die zegt dan, in eerste instantie, gaat die heel extreem in het uiterste van een nieuwe klank. Maar dan vermengt die zich met wat er is. En dat is fantastisch. Zodat, ja, dat durven we u overgeven. En dat stemmetje, dat hoofd, dat heel de tijd controle wil, dat durven we even gewoon laten zijn. Niet laten ingrijpen. Dat is fantastisch. Zodat, ja,
al die quotes die je mij hier nu meegeeft, verwondering boven verwachting. Nog zo ene. Dat zei je daarnet, hè. Zo dat mensen vinden aan een stem en we doen een volgende oefening en we verwachten terug datzelfde effect. Dan ben je niet meer in het hier en nu, want je zit dan met een bepaalde verwachting en ja, dan als lichaam, die klank, die is zo eerlijk, dan komt dat niet. Want als je een verwachting hebt, dan zit er al druk terug op. Dan zit al terug in te grijpen, controle uit te oefenen op die klank. Dus dan gaat hij zich niet in haar ware grootheid laten horen. En dat is fantastisch. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Absoluut. Hoe meer bewust dat je met die stem bezig bent, hoe meer dat die stem naar voren komt, hoe meer dat die stem zich laat horen. En dat is zo eerlijk. Op een gegeven moment, als je het gaat over openen van je registers, alles uit je klank halen, als je dan in je aandacht geeft aan je borstregister en je hand op je borstbeen legt, dan gaat die klank onmiddellijk daar naartoe. Doe je een andere oefening waarbij dat je ergens anders de aandacht focust, dan gaat jouw klank er naartoe. En dat is fantastisch. En de manier waarop ik werk, is dat net die controle loslaten. Controle houdt je klein. Door jezelf over te geven aan je stem, aan de oefeningen van die stem, dan gebeurt het werk. En zodat... Ik laat mensen altijd heel gekke oefeningen doen daardoor. Als ik ze hen zou vragen, spreek eens met een extra vibrerende ruggengraat. Geen idee hoe ze dat moeten doen. Maar anderzijds, als ik zeg, loei eens als een koe, dan komen ze bij die ruggengraat. Maar ze weten op dat moment niet wat ze aan het doen zijn. Hetzelfde met ademhaling. Op het moment dat we bewust worden van onze ademhaling, gaan we controleren. Sowieso. Dat is altijd in conflict. Dus op een gegeven moment vraag ik hen van, spreek nu eens in plaats van op de uitademing, op de inademing. En dat is tricky, want we kennen die klank niet. We weten, ik leg ook niet uit op voorhand wat we aan het doen zijn, dus men weet niet. Men is alleen maar, ik ben hier aan het spreken en ik weet niet wat er gebeurt. En dan spreek je terug gewoon en dan is die klank helemaal anders. En nadien ga ik dan verklaren wat er gebeurd is. Dat kan je niet sturen met je hoofd. Dus het is zo, dat is het leuke in dit werk, is dat we eigenlijk die Ronnie's en die Connie's heel schoon buitenspel gaan zetten. En het enige wat ik vraag van mensen die in een workshop zitten of mensen die in een coaching zitten, is: durf je er aan overgeven? Ja, staat er voor open. Ja, durf je ervoor open te staan. Dat is dan, ik sta daar enorm voor open voor dat soort zaken. Dat kan men inderdaad wel inbeelden, zeker in het bedrijfsleven, dat er wel een aantal mensen zijn. Katrine, te veel waspoeier gesnoven of zo? Of wat voor zweverige, wollige dingen zijn dat hier? Mm-hmm. Hoe pak je dat dan aan? Ik vind dat eigenlijk... Ik begrijp dat mensen dat zouden zeggen, maar het is eigenlijk heel concreet. Want ik weet exact, fysisch, wat er gebeurt. Ik weet exact wat er met jouw stem gebeurt, waar dat je controle uitoefent, welk lichaamsdeel dat op dat moment zich aandient, present is. En als je dat op die manier kan verklaren, van kijk, dat en dat en dat gebeurt, dan win je wel credibiliteit. Als mensen tegen mij spreken, als we in een workshop zijn en ze laten mijn stem horen, kan ik enerzijds zeggen van, jouw stem zit achteraan je keel, zit vooraan in je mond, je hebt veel kopresonantie, je hebt weinig borstresonantie. Ik kan dat heel concreet benoemen. En ik kan daar ook een stuk eigenschappen aan koppelen. Namelijk, jij bent waarschijnlijk als persoon zo en zo. Of jij loopt daar tegenaan in je werk. En dan staan ze wel versteld. Wel, nu heb je me natuurlijk wel getriggerd, hè, Katrien. Dus oké, dat ik wel weet dat je dat bij mij doet. Is goed. Absoluut. Dat ik wel weten. Ja. Ik ga eerst even heel kort aan uitleggen hoe dat ik werk. Hè. Want je hebt eigenlijk, als we het hebben over stem, hebben we vier parameters.
Je kan iets vertellen over je toonhoogte. Heb je een hoge stem of een lage stem? Heb je de hoge toon of lage tonen? Praat je snel of praat je traag? Volume, luid of stil. En komt er lucht mee wanneer je spreekt? Ja. Als je zo... Dus dat zijn de parameters. Ik zou zeggen voor jou, neem een willekeurige zin. Okay. Wat heb je vanavond gegeten? Een zin die totaal weinig informatie bevat, waar je ook niet over hoeft na te denken om die uit te spreken. Ja, ik heb van... sorry, ik heb je onderbroken. Nee, en herhaal die zin een aantal keer, zodat ik kan luisteren naar jouw stem. En zodat jij ook kan luisteren naar jouw stem. En ik kan ondertussen ook iets nemen om te schrijven. Dan ga ik me even volledig afsluiten van dit gesprek en me enkel focussen op jouw stem. Oké. Okay. Het is oké dat we dat doen, hè? Ja, absoluut. Heel graag. Oké. Is het voor jou oké? Het zal wel zijn, joh. Het zal wel zijn. Ik vind dat hier superboeiend. Uh-huh. Dat gaat hier van kerstboom naar Ronnie's naar... wat heb ik vanavond gegeten? Nu, ik heb vanavond iets heel gezonds gegeten. Ben je klaar of... Ik ben klaar, Super. Wat heb ik vanavond gegeten? Ik heb vanavond zoete aardappel gegeten met broccoli en een kippenbrochette. Dus ik heb vanavond een zoete aardappel gegeten met kippenbrochette en broccoli. Vanavond zoete aardappel gegeten met broccoli en kippenbrochette. Ik heb vanavond zoete aardappel gegeten met kippenbrochette en broccoli. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoe klinkt jouw stem voor jou? Warm. Mm-hmm. En als je naar de vier parameters kijkt, hoe zou je dat objectief... Die is dat is geen bas, het is wel laag, dat is dat, zit er veel lucht bij, ik praat normaal gezien praat ik redelijk snel, dus ik zou wel zeggen dat het meer aan de snelle kant is. Ik ben geen Sade qua zanger of zangeres, die babbelt met heel veel lucht, dus bij mij valt dat wel mee. En wat was die andere parameter? Wacht, lucht, adem, volume. Volume. Een medium volume. Het is geen stille stem, maar ik ben ook geen roeper. Ik kan sowieso niet tegen mensen die roepen, eerlijk gezegd. Ben je een introvert? Ja, maar extravert qua gedragingen. Zal ik mijn observatie meegeven? Je zegt geen lucht. Voor mij zit er wel een beetje lucht in. Maar heeft te maken met jouw West-Vlaamse roots, denk ik. Dat klopt, ja. Ja, dus dat zit zo achteraan de keel, zo wat zachter. Dat is voor West-Vlaming, dat is hoog, hé. Ja, dus er zit wel wat lucht mee. Hè. Zo dat... Hoor ik wel, dus ik keel. Waarom lach je? Ik ben aan het denken, de manier waarop je het dan een berichtje naar mij stuurt. Ja, je lijkt wel veel mijn post. Het is niet interessant om een podcast te doen. En ik denk nu al bij mezelf, dat gaat hier een fantastische podcast zijn. Ga vooral verder. Ja, West-Vlaams. Dus dat, achter aan je keel, zit... Dank, inderdaad, wat je zegt, hè? De warme, zeer lage ondertonen, warme ondertonen. Rust zit daar inderdaad ook in. Dus er is inderdaad een stukje rust. Maar dus het feit dat die stem in de keel zit, dat die veel achteraan zit, doet mij vermoeden, maar ik ken jou niet, dat je misschien wat terughoudend bent of wat teruggetrokken bent? Ik leef wel graag op teruggetrokken, ja. En nu ben ik heel enorm sociaal geïsoleerd, dat klopt, ja. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ik heb niet zo graag mensen rondom me heen. Alhoewel dat ik heel graag in verbinding ga, zoals nu, met jou. Mm-hmm. Maar ik ben geen koetjes en kalfjes, man, nee. Ik krijg er echt geen energie van, nee. Nee, het is dat. En dus die dualiteit zit ook in uw stem. Je hebt zo, je stem is er. Je hebt een duidelijke stem, je hebt een warme stem, je hebt een boodschap.
Maar inderdaad, daaronder zit inderdaad ook een stukje dat, ja, dat introverte, zoals je zelf zei, dat wat teruggetrokkener, die kant, de kant van jou die zich misschien niet zo gemakkelijk laat zien. Klopt, dat is juist. Ja, dat klopt. En ik ben commercieel directeur, mensen verwachten dat ik extravert ben. Mm-hmm. Zie je? Dus dat is iets dat... Terwijl ik denk, ik ben introvert. Maar nee, Petri, je praat veel. Nee, dat is wat jij denkt. Mm-hmm. Dat extraverte... moet ik zien hoe ik dat formuleer, hè? Maar zo... je praat ook snel. Ja. En snel in die zin dat... de klinkers in jouw woorden zijn niet altijd heel duidelijk. Dus die worden ook... Je mond gaat ook eigenlijk niet zo heel ver open als je spreekt. Dus die klinkers blijven zo hangen in die mond. Dus er is een wil om toch die boodschap er te laten zijn. Ja, en die dualiteit van het binnenhouden. Het afschermen. Mooi. Maar slaat het ergens op? Ja, het resoneert zeker. Ik vind, ik vind het wel tof. Ik vind het wel... Hoe komt dat jij zo gefascineerd door bent? Is dat al sinds 10 jaar? Want als ik zie op je LinkedIn, heb je vroeger heel andere zaken gedaan. Mm-hmm. Van wat komt die passie? Want het lijkt alsof je nu ergens aan het intunen bent en dat je bijna aan het channelen bent zelfs. Want je voelt letterlijk de energie van mijn stem en daardoor krijg je die antwoorden. Zo komt het bij mij binnen. Mm-hmm. Ja, terwijl dat klopt. Klopt en klopt niet. Ik luister heel technisch naar jouw stem. Maar de interpretatie is het invoelen. Dat is een stukje intuïtie, is een stukje ervaring ook misschien die ik daarin heb opgebouwd. Hoe kom ik daarbij? Ik denk enerzijds als kind zeer intuïtief zijnde, zeer rechterbreiner. Ja. En een grote, grote droom om zangeres te worden. Is dat? Ja, als kind. Een zangeres of danseres waren de twee ideale werkvelden. Ik wou gitarist worden, ik. Je speelt ook muziek, hè? Ja. En had je dan een bepaald idool? Was dat dan, je bent dezelfde leeftijd ongeveer. Dat, voor mij waren de jaren 80 nog altijd de beste jaren van muziek. Dus ik denk dan spontaan, wanneer dat Madonna nog echt knap was, dan denk ik eraan bijvoorbeeld, of Sade, of Seid, of hoe noem je dat? Ik vind het echt een prachtige muziek. Zijn er zo bepaalde idolen toen je jong was dat je erop keek? Madonna. Of Cindy Lauper? Mijn eerste cassetje was de Immaculate Collection. Borderline was mijn favoriete liedje. Ik heb die 12-inch. Oh, ja. Fantastisch nummer. Borderline. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat hier achter me staat zelfs. Echt? Borderline. Oh, ja. Dus kind, hè. Ja, dat was hut van hut. Dus Madonna was Michael Jackson toch ook wel. Oh ja, dat was de tijd van Thriller en Beat It en Pretty Young Thing. Mm-hmm. Ja. En Human Nature. Ja. Mm-hmm. Maar ook André Hazes. Is dat? Maar dat is oké, hoor. Ik heb dat al gespeeld. Dus voor mij bestaat er maar goede en slechte muziek. Ja. En André Hazes, de manier op te maken, is van goede muziek. Hetzelfde als Lady Gaga, iedereen lacht ermee. Dat is echt goede muziek. En ze schreef ze zelf. Dus don't judge. Nee, het is dat. André Hazes was vooral voor de danspasjes van de achtergrondzangeressen. Ah ja, voor mij was het Wham. Oh, Wham was ook, ja. Absoluut, absoluut. Ik moet wel zeggen, qua muzieksmaak was ik als kind heel breed... En dan in mijn adolescentie en puberteit is heel rock, hard rock, echt hard rock geweest. Wie dan? Wie is dat dan? Hard rock, is dat dan Iron Maiden of Metallica? Clawfinger. Of... Clawfinger. Oh, Clawfinger. Dat is ook mijn periode. Ik vond dat wel heel tof, zo dat soort toestand. Tell me the truth. Ja, inderdaad. Ja, zo harder, en in die periode was dat ook Ice-T met Body Count, was dan ook heel populair in die periode. En Rage Against the Machine. Oeh, Killing in the Name of... Dat zijn die opgekomen, hè, inderdaad. Ja, heel die CD. Dat was mijn allereerste festival. Heb je die gezien live? Ja, Torhout.
Roktoro, wat bestond toen nog. Ja. En ja. Ik weet, ik was met twee vriendinnen en we wisten wij veel. En we een beetje Rage Machine opende. Ja. 94 geweest zijn, 93 of 94. Ja. En wij helemaal naar voren, dat eerste vak zo, hè, drie jonge meisjes. Ja. En dus die begonnen die eerste noten spelen. En iedereen begon zo te jumpen. Ja. Wow! Wat is dit? Wow! En dus mijn vriendinnen, die werd direct eruit gehaald door security. Zo, ups, uit dat vak gehaald. En ik heb gesprongen voor mijn leven. Maar dat, ik vergeet dat nooit. Dat ik vond dat fantastisch. En ik had zo stoere mannen rondom mij, die zo mij wat, die zo wat bezorgd waren, denk ik. Oh, dat was fantastisch. Ja, Rage Against the Machine. Wie dat ik ook herinner uit die tijd dat ik ook live gezien heb, dat was Therapy en Moby. Mm. En Moby heeft ook de rockperiode gehad, hè. Waarbij dat die That's When I Reach For My Revolver, en die combineerde dat dan met Go and All, en die combineerde alles door elkaar live. Die deed zo techno. Ja, ja. Ik heb... Oh, sorry, zeg maar. Nee, zeg maar. Oh, Moby heb ik gezien in de Brielpoort in Deinzen. Oh, kijk, was, en ik woon in Deinzen nu. Oh, echt? Ja. Voilà. Ja, dat was ook... Dat was een van mijn beste concerten geweest. Dat was zo fantastisch. En Therapy ook, ja. Therapy. Ja, ja. Going nowhere. Dat is tof dat we dezelfde muziek smaak hadden. En dus, maar dus nu ben ik wel terug heel ruim. Maar zo in mijn toen die tijd was ik toch wel dan. Ik vind dat nu wel interessant dat je dat zegt. Qua muzikant speel ik eigenlijk alles. Ik geef wel toe dat de periode van de Bush en Therapy, Nirvana, Race Against the Machine. Ik blijf wel nog ergens een rocker bij mij zijn, want de muziek die we spelen is wel party songs en het is nog altijd ietsje ruiger dan het origineel om wat oomf erbij te zetten. Maar ik geef wel toe dat dat voor een of andere reden, qua prikkels, ik weet niet of dat is, maar de superharde muziek is toch minder. Ik kan niet zeggen dat men niet meer iets zegt, maar... ik weet het niet. Heeft dat te maken met dat ik meer sensitief ben geworden, meer naar mijn intuïtie? Ik weet het niet wat dat is. Maar toch is er... Ik ben wel overtuigd dat de intentie die achter de muziek zit, en er is niks verkeerd mee... Bijvoorbeeld in die tijd was ik ook enorme fan van de Smashing Pumpkins. En ook zo Radiohead en al. Het eerste stuk van Radiohead, niet later, want dat vond ik een beetje zaagmuziek. Maar... Ik Smashing Pumpkins ook, dat is wel donkere muziek, eerlijk gezegd. En als ik dat te lang naar luister, nu, dan word ik bij wijze van spreken depressief. En ik weet niet, heb je dat ook, dat je zo nu iets meer, ik kan niet zeggen rustige muziek, maar... Pas op, ik kan nog altijd opwonen door elke van een Lucky Star of een Borderline van Madonna, dat, noem dat nummer? 1986 van Madonna, Crazy About You, en dat andere Lift Hotel. Ja, klopt. Ja, Like a Virgin, of course. Hè. Ik weet niet, heb je dat ook zo, dat dan nu zo, dat je zo... Ik ben nu heel divers qua muziek. En inderdaad, zo, wat ik heel graag naar luister, is Vuurland. Op Studio Brussel, op zondag, van 12 tot 1. Ken je dat niet? Oh. Dat is echt, dat is zo de Bon Iver, Ben Howard, Things of Convenience. Ja. Oh, ik vind dat fantastisch. En, het was heel grappig, want ik was onlangs mijn vrienden op weekend uit die periode van de rock. En dus ik vertel, Vuurland op Studio Brussel. En zijn er drie die zeggen, wij haten dat programma, wij kunnen daar niet naar luisteren. En ik denk, hoe kan je daar nu niet naar luisteren? Dat is zo zachte, vrolijke, fijne muziek. Ja. Dus ik heb dat, heb ik dat ook, Tegelijkertijd kan ik inderdaad nog luisteren naar een goed dansnummer. Ik dans nog altijd heel graag. Of een rocknummer. Maar zo, het is ruimer geworden. Weer. Pas op. Allee, als ik de intro hoor van
Back to Black van de ECDC of zo. Ik kreeg nog altijd datzelfde gevoel. Dat is diezelfde ruigheid. Tegelijkertijd voel ik ook wel dat is een hamburger eten, vind ik. Dat is leuk, dat vult, maar dat vult niet meer genoeg voor mij, moet ik zeggen. Ik heb iets meer nodig om om zinnen te kunnen prikkelen. Hoe zeg je dat dan? Maar je wou dus zangeres worden. Ja, klopt. Dus ik wou zangeres worden. Ik heb daar lang niets mee gedaan. En dan op mijn 26 toch naar een muziekschool getrokken voor klassieke zang. En daar kwam ik in aanraking met de Lichtenberger-methode. Ja. Dus ik heb dan een deel van mijn opleiding daar gedaan. Ben naar Nederland gegaan, waar een mevrouw was die veel meer thuis was in die opleiding. En uiteindelijk ben ik naar Duitsland gegaan. En ik had ondertussen ook mijn bachelor in sociaal werk. Dus het menselijke was ik in thuis. Ik had mijn master in communicatiewetenschappen, dus dat had ik ook. En ik kwam daar in Duitsland tussen zangers, koordirigenten, muzikanten en logopedisten. Ik was een vreemde eend. Maar daar viel zo de puzzel in elkaar, zodat... vanuit waarneming, vanuit observatie, vanuit luisteren naar jezelf, luisteren naar je stem. En dan je beginnen toepassen ook met het idee, ik ga zangers dan opleiden of ik ga zangles geven. Ik zag hier zulke mooie dingen gebeuren, ook op persoonlijk vlak. En toen heb ik heel de boel omgegooid. Ik heb gedacht, iedereen moet weten wat voor kracht er in een stem kan zitten, wat voor schoonheid er in een stem kan zitten. Iedereen heeft een prachtige stem, alleen weten we het niet, want niemand heeft ons er ooit bewust van gemaakt. En dan ben ik het stukje psychologie-mindset gaan koppelen met het verhaal en dan uw stem daaraan. En die drie inzetten in lijn met elkaar zorgt ervoor dat uw communicatie gewoon op een ander niveau zit. In plaats van te spreken voor een ander, wat we geleerd hebben, doe maar hoe je best, spreek maar voor de klas als kinderen, leer ik eigenlijk nu mensen het tegenovergestelde te doen. Neem je publiek mee in jouw verhaal. Neem je publiek mee in jouw resonantie, in jouw stem. Dus niet alles weggeven, maar eigenlijk ze uitnodigen om te luisteren naar jou. En dat werkt. Dat werkt en het mooie is dat alles wat je nodig hebt, is er al. Die stem die is zo eerlijk, maar het is een ontdekkingsreis om ze te ontdekken en om daarop te durven vertrouwen. Het is compleet, niet alleen je communicatie anders bij omdenken, maar ook gewoon... Ja, uw verhouding hoofd-lichaam, hè. Het is eigenlijk, wij zijn zo gewoon om controle vanuit ons hoofd en ons lichaam volgt wel. En in deze methode, in dit werk, heb ik echt geleerd van, er is ook een andere weg. Ja. Ons lichaam is vaak veel slimmer dan dat hoofd weet, of dat hoofd doorheeft. Of ons lichaam geeft signalen aan die ons hoofd nog niet doorheeft. En vandaar dat dat is zo waardevol en ik zeg heel vaak, ik heb echt de mooiste job ter wereld om die transformatie te zien, heel simpel, door gewoon aan je stem te werken. Een stem die er al is. Mag ik dan ook eigenlijk ook zeggen, door het feit dat je dat nu doet, wat je doet, en vooral bent wie dat je bent, ik heb het gevoel dat dat jouw leven of op een of andere manier gered heeft, of dat dat zelfs zingeving heeft, maar ik hoor heel veel goesting en passie in jouw stem, en dat is echt zalig om dat te luisteren. Jouw stem, dat trilt levenslust uit. Ben je altijd zo geweest al? ik denk het niet, nee. Nee, ik denk dat een lange weg is geweest om tot hier te komen. Een goed antwoord is, denk ik, heb net verteld, dat als kind was ik heel intuïtief. Mm-hmm. En zo anders naar de dingen kijken, ook andere ervaringen in mijn leven meemaken. Maar daar was geen plaats voor. Werd als gek ervaren. Ik stelde vragen aan leerkrachten die naar mij keken van, hier is ze weer.
En dus ik heb mij helemaal aangepast. Hè, dus van, ja, dat linkerbrein, van dat rechterbrein naar dat linkerbrein. Vandaar dat je mij ook inderdaad ziet in veiligheidswetenschappen. Echt de kans andere kant. Maar ik kom toch weer uit waar dat je... Ja, waar dat je pad is, hè? Waar dat je moet zijn, waar dat je voor in de wieg bent gelegd. En bij mij is dat dit echt, dat voel ik. En ik zeg vaak, ik ben er nog niet, het ligt daar nog een hele weg voor mij. Maar kan je er ooit zijn? Ik bedoel, ik weet niet dat je er ooit kan zijn. Ik denk dat de wegwijzer is dan de wegwijzer. Ik denk dat de destination de journey is. Mm-hmm. En dat geeft me ook heel veel plezier. Mm-hmm. Absoluut. Ja, absoluut. Hoe saai zou het zijn als je op een moment komt dat je denkt, hier ben er. Dat zou naar de maan reizen en dan... Mm-hmm. Dan word je toch gewoon depressief als... Ik weet niet, allee. Dan wil je toch gewoon uit de raam springen. Mm-hmm. Je bent er. Ja. Hier stopt het. Hier stopt het. Ja. End of chapter. Ja, het is gedaan. Nee, het is inderdaad. En doe me zo denken. Er is ooit een moment geweest dat ik zo naar mijn directeur ging. Ik gaf toen les. En ik ging vertellen dat ik... Ja, ik was alles weg geweest. Ik was teruggekomen naar school. En ik ging eigenlijk vertellen dat ik weer weg was. En hij zei tegen mij, maar Katrien, ja, jij bent nog zo zoekende. Jij bent nog volop aan het zoeken. En ik zei, ja, maar zoeken is wie ik ben. Dit is gewoon, dat zit gewoon in mij. Jezelf uitvinden, jezelf verbeteren, anderen meepakken in je tocht die je aan het doen bent. Ik zou niet anders weten dan dit. Ik weet ook niet wat ik nu doe. Doe ik dat binnen 5 jaar nog? Geen idee. We zien wel. Maar nu is het wel hier dat mijn passie ligt, ja. Misschien word ik wel nog ooit, dat toch ooit nog zangeres. Of verkoop je kerstboom? Oh, voilà, ja. Ja. Is dat... Maar je hebt dus... Allee, want dat is weer een label, hè. Je bent zangeres. Ik heb zelfs lange tijd heel veel moeite gehad met het label gitarist. Ik zei, ik speel gitaar. Totdat ik mezelf omarmde, de label gitarist, zelfs muzikant. Je hebt dan ooit... Allee, nooit. Je hebt al gezongen, vermoed ik, in een band of met muzikanten. Dat vermoed ik wel, hè? Mm-hmm, mm-hmm, ja. En je doet dat nog altijd, maar eerder recreationeel, of... Ik zing nu vooral gewoon, zoals de meeste, onder de douche en in de auto. En moest ik nu zeggen, hè, vanavond, waar woon je ergens, Katrien? Ik woon in Melcelen. In Melcelen. Mm-hmm. Hey, ik pak mijn gitaar, ik reed naar Melcelen, mijn handen naar een of andere gezellige kroeg, wat er voor muziek is. Hey. En ik zeg letterlijk 1, 2, 3, 4, en ik begin te spelen en ik begin nummers te spelen van Madonna en van... Oh, noem het op, hè. De Cranberries en hij zingt gewoon mee. Dat zou gaan, dat zou geen enkel probleem zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb trouwens de Cranberries heb ik ooit gezongen. De Zombie. Ah, ja. Zombie, ja, bijvoorbeeld. Ja. Of Alanis Morissette met Ironic, bijvoorbeeld. Ja, ook gezongen. Ja. Noem maar het. Of Hey Mr. President van Pink of zo, bijvoorbeeld. Ja, voilà. Maar toch, weet dan dat je zoiets hebt van... Pas op, ik geef dat ook eerlijk toe. Ik had ook wel een droom, hoor, voor een muzikant. En dat dan zo typisch... Maar dat is dan misschien is dat dan ook het punt, hè. Is dat je dan door media, door conditionering, door weet ik veel wat... Denk je dan van, je moet muzikant worden en je moet dan op dat groot podium gaan staan. Terwijl dat er wel een droom is, denk ik, voor muzikant, voor muziek te spelen. Maar dat niet per se op die manier hoeft te zijn. Niet iedereen hoeft Coldplay te zijn. Mm-hmm. Zie je? Mm-hmm. Of Madonna, of Lady Gaga, of whatever. Je kunt dat ook. Dat moet daarvoor niet meer. Maar ergens zit dat er ergens in dat je moet succesvol zijn. Dat je dan... Mm-hmm. Weet je waar ik echt super gelukkig van word? Zo deze dagen. Als ik in een auto zit en er is een nummer. En dan, als ik daar de tweede stem op vind, of de derde stem. Ja. En ik dan zo... Dan denk ik... Niemand heeft dit ooit gevonden. En ik kan hier gewoon een tweede stem op zingen. Zo, daar kan ik intens gelukkig van worden. Zo. En dat niet vals is. En yes. Nee, maar dat is een kunst, hè. Een derde, vijfde of een zevende kunnen zingen op de... Ja, dat is. Mm-hmm, mm-hmm.
Maar ik kan enkel octaven, ik kan nog geen derde of een vijfde zingen daarop. Maar als ik dan zo'n Lady Gaga hoor, ik noem nu toevallig voor een derde keer haar, zeker met haar een cello, en ik kan dan dat octaaf eronder nemen, en je voelt dat zo resoneert dat dat klikt. Dan weet je van, je zit erop. Ja. Maar dan natuurlijk voel je die intensiteit, wat dat ze zei van gevoel, en die, al die afwerking dat ze zei dat erin legt. Ja. En dat is de kunst, hè. Om een instrument goed te spelen, technisch, maar ook uw eigenheid niet te verliezen. En weet je wat dat de truc voor is? Nee, uw stem. Want ik heb dat meegemaakt, ik. Ik ken dus op mijn 6 jaar meer in muziek spelen, dan 12 jaar, en zo typisch muziekles, gitaar, bla bla bla. En tot mijn 21ste, tijdens de studies werd dat gestopt. En toen op mijn 32ste opnieuw weer gaan studeren, maar dan bij echt de profs in België, die toen onder andere in Berkeley al hadden gestudeerd. En, maar dan leer je zodanig veel technische dingen, nee, en ook jazz en al van die toestanden, dat je op een bepaald moment ook zo... En dan is dat weer te maken met dat ego. Hè. Je komt dan ergens op een podium en dan... Dat ego wil etaleren. Dat wil dan allerlei scales gaan etaleren, snelheid, veel noten en dergelijke meer. Maar dan ben je niet bezig met de essentie, namelijk een lied dienen. En voor mij zijn er twee dingen gebeurd. Ten eerste dat er iemand na een optreden kwam en die zei van... Jullie hebben mijn leven veranderd. Ik ben terminaal ziek. En ik heb eigenlijk geen hoop meer in het leven, maar vanavond had ik een lichtpunt in mijn leven en die energie die jullie brachten, dat heeft me heel veel energie gebracht. Terwijl dat wij eigenlijk gewoon platte covers speelden. Hè. En dat was één, dat ik dacht van, tja, ik kan mijn talent gaan inzetten om iemand anders gelukkig te maken. En twee was het moment dat je realiseert van, het doet er toch eigenlijk allemaal niet toe, want de personen voor wie dat je speelt, is in 99% geen muzikant. Het is enkel die 1% van gitarist of zanger of zangeres die gaat kritiek geven omdat dit of dat niet goed genoeg is. Who the fuck cares? Doe gewoon je ding en speel gewoon letterlijk 1 noot of 2 noten, maar meen ze alsof dat de laatste zijn. En have fun en verbind en met de rest die op dat podium staat. En dus vergeet alles wat je weet. En dan op een keer komt er een soort superpower naar boven waarbij dat je niet meer hoeft na te denken en dat die akkoorden in die muziek zelf komt. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen, die flow, maar het is er wel. En dan hoef je niet meer na te denken van ja, het is dit of het is dat. Het is dat er een soort automatisme dat overneemt. En dat je gewoon al die theorieën... Dat is goed, hè? Maar het is nog altijd een middel om het lied te dienen en het publiek te dienen en niet je eigen ego te dienen. Het doet mij heel hard denken. Ik heb... Dat is al heel lang geleden. Zo. Op een gegeven moment was ik zelf nummers beginnen schrijven. En ik heb hier een piano. Ik had zo wat akkoorden gezocht op een piano. Maar ik speel helemaal geen piano. En ik dacht, ik ga een huiskamerconcert geven. En dus ik had wat vrienden uitgenodigd. En dat was... Ik wist dat dat technisch totaal nergens op sloeg. Maar daar ging het ook niet over. Het ging over inderdaad een stuk beroeren. Mensen raken. En dat lukte. Hè? Mensen waren stil. Waren echt aangedaan ook. En nadien vroeg ik, wat vond je ervan? Het was zo één persoon in het publiek die op dat technische stuk doorging en is blijven doorgaan. En ik heb eigenlijk nooit meer gedaan. Ah, wel, kijk, dat is nu frappant dat je dat zegt. Op mijn achttiende, ik was intussen dat mijn tweede of mijn derde band bezig, zit er een zangeres, die toevallig ook op de podcast geweest is. En die zei, hij kon niet zingen. Het waren nog een paar andere mensen mee. En ik heb dat echt geloofd. Het heeft tot mijn 40ste geduurd dat ik zei, fuck it, en nu ga ik zangles volgen bij een echte zangcoach in Kortrijk. En nu zei ik, kun je wel zingen? What the fuck? En een paar lessen later was ik zo Ed Sheeran en Bryan Adams. Ik ga niet zeggen dat het perfect was, maar toen ontdekte ik wel mijn stem. En toen dacht ik, shit, ik heb dat zo lang geloofd dat ik dat niet kon. Wat zijn er nog van die dingen dat me laten wijzen maken dat ik zo'n naam niet ken? Maar ja... En zo hebben wij allemaal iets. Als mensen die hier bij mij komen in mijn praktijk. Maar ja, ik kan niet zingen, zo, want bij de plechtige communie werd ik gezegd dat ik moest playbacken. Of ik moest altijd stilletjes zingen. En hetzelfde met je stem laten horen. Hè? Sst, zet het wat stiller. Ah, kom, je stem klinkt echt niet schoon. Of. Dus wij houden ons zo klein. Klopt. Terwijl
De schoonheid en de grootheid van die stem zit echt in het durven, het doen, het losbreken. En dan is dat niet vals. En dan is dat niet scherp of schel. Dan is dat gewoon allround. En dat is bij het spreken zo, dat is bij het zingen zo. Alles is er. Alles is er. Ik ga zelf nog een stap verder gaan, omdat je bezig bent over die techniek. Hè. Ik ga je niet proberen te overtuigen, hè. Maar... ik heb een les gehad van iemand die voor EMI schrijft, dat is zo'n platenfirma, hè? En dat was zo voor Selassie, et cetera, die was er nog niet bekend zelfs, en voor Kate Ryan en over heel Europa. En die mensen zijn super geleerd en veel theorie en harmonie en al, en die toonde die nummers, ik speelde dan die demos en al. En ik vroeg hem dat eigenlijk letterlijk van, hoe doe je dat eigenlijk, nummers schrijven aan de lopende band? En die zei het al letterlijk, bijvoorbeeld de Zweden en de Denen, hè, van ABBA, Roxette en al, dat zijn de meesters in popnummers schrijven. En dus wat die doen, die zeggen, het moet iets in de stijl zijn van de early Coldplay, en die gaan heel die platenkast gaan beluisteren, en die schrijven dan iets in die stijl. Of die nemen bijvoorbeeld de baslijn van Beat It van Michael Jackson, gaan die vertragen, gaan die noten omhoog gooien, en bouwen daar iets heel rond. Dus dat lijkt ergens dat je kent, en toch kan je het weer niet. Hè? Mm-hmm. Dat is één manier. En... dan zegt hij letterlijk, er is ook een andere manier. Ik zeg, wat is dat dan? Hij pakt gewoon je vingers en hij smijt die gewoon op een piano of op een gitaar zonder na te denken. Hoe bedoel je? Gewoon zo, bah. En dus, er is niks van theorie mee gemoeid. Niks. Die ding klopt niet. But if it sounds good, it is good. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je hoeft niet... En ik leer nu al sinds 1,5 jaar piano. En als je bijvoorbeeld kijkt naar nummers van Queen of Cresip met... noemt dat nummer? Dat is een vrij bekende hit geweest. Ja, Stay Here? Ja, Stay, inderdaad. Hè. En als je dat dan bekijkt, dat nummer, en je wilt dat op gitaar spelen, dan is dat zo raar. Maar je bekijkt het op piano en je denkt, tja, maar dat is gewoon altijd hetzelfde akkoord, maar het is één noot die verandert. En zegt hij, kijk, Rood van Marco Borsato is ook zo geschreven. Dus ze houden eigenlijk gewoon het akkoord, maar ze veranderen één noot. Hey, Who Wants to Die Forever, zeker was van Queen, was ook zo. En hij denkt, oh shit... Bijvoorbeeld Van Halen, hè, van Jump onder andere. Alles is in do of fa. Alles wat er toetsen in voorkomt. En dat komt omdat hij de zwarte toets niet kende. Dus alles is in do of fa of in la mineur. En dat zijn allemaal de witte toetsen. Mm-hmm. En dat komt daardoor. Dat is gewoon omdat hij dat niet wilde kennen. Stevie Wonder bijvoorbeeld, Superstitious. Alles was zwart. Hij zegt, die heel veel meditatie-cd's zijn typisch in e-mol geschreven. Maar dat zijn al de zwarte toetsen, zegt hij. Dus ramt er maar iets over. Het klopt altijd. En ik denk, zegt die Peter, maar zo werkt het. Ja, dus je hoeft het niet altijd zo ver te gaan zoeken. Mm-hmm. En ik dacht, ja, oké. Mm-hmm. Dus techniek is ook soms een middel van het ego om je achterweg te steken. Ja, absoluut. En dat is misschien interessant. Heb jij ook niet zo dat er soms gewoon muziek opduikt in je hoofd? Altijd. Ja, en voilà. Altijd. Ja. En dat je, zo ben ik dan gestart, die riedeltjes gaan uitschrijven. Ja. Of inderdaad. Zodat, ja, dat vond ik heel leuk om te doen. Ja, want uiteindelijk gaat het daarover. Ik kan de meest technische ding spelen, maar geen enkel hard raden. En ik kan de meest simpele ding spelen en mensen zeggen, oh, dat was goed. En ik denk... Weet je wat Nina Simone deed voordat ze ging optreden? Die ging helemaal in haar cocon en die ging eigenlijk haar stem opwarmen. Zo, maar echt technisch, haar muzikanten waren goed, maar zij ging echt zo haar eigen resonantie opzoeken. En ze bracht zichzelf in een soort modus en in die modus ging ze op het podium. En dat is echt, dat is waar het om gaat. Hè. Uw eigen resonantie zo versterken, zo... Ja, deze richting, naar binnen gaan, dat er eigenlijk via je stem uitkomt op een andere manier. In plaats van dat je performt, neem je een andere gewoon in. Doordat je zo hard in je eigen stem gaat. My baby just cares for me. Mm. Ah, fantastisch, dat wist ik niet. Mm. Ja, en die was daar blijkbaar heel streng op. Een van haar rituelen voordat ze on stage ging. En
hoe link je het dan het stem? Maar dat is toch de perceptie dat ik heb. De stem link je ook aan dan als in het bedrijfsleven, toch? Of ik kan me vooraf volledig anders stellen. Mm-hmm. Dus ik zie jou als de sparkling coach, een voice coach. Mm-hmm. Voor wat komen mensen dan bij jou om gecoacht te worden? Is dat dan het klassieke van ik wil leren zingen of ik wil mijn stem beter leren inzetten? Mm-hmm. Ik wil tonen wie dat ik ben. Ik wil met mijn stem meer impact maken. Zingen doe ik eigenlijk niet meer. Het is echt dat spreken. Ik wil gehoord worden. Ik wil mensen raken met mijn verhaal. Dat zijn de vragen die. Heel, heel vaak krijg ik mensen die zeggen in een meeting, iedereen praat door elkaar. Ik maak mijn statement, niemand luistert. Iemand anders maakt mijnzelfde statement 5 minuten later en die zegt, wow, fantastisch idee. Hoe komt dat? En dan denken we, we doen het niet goed, we spreken niet goed. Het heeft heel vaak te maken met, hoe is uw aanwezigheid? Hoeveel ruimte neem je in? Mag je er zijn aan die tafel? Misschien de setting anders maken, een beetje de law of attraction ook. Hè? Zo, trek de dingen aan, wat jij wil, zet een intentie en ga daaraan werken. Ik ging net zijn, dat woord zat al heel te in mijn hoofd. Voor mij is het ook de intentie zetten en automatisch komen die woorden wel. En die vibe, die energie, wat dat je dan zegt van woorden doet er niet toe, dan raak je me heel veel weg. Het is die laag eronder, die intentie, die gaat bepalen hoe dat gaat resoneren met die andere mensen. Hoe dat de trilling gaat overkomen. Ja. En dus die laag eronder, dat is inderdaad waar ik mensen bewust van maak. Hè. Zo, je hebt je boodschap, maar daar zit zoveel meer onder. Hm. Ondertonen, boventonen. Daarop inzetten. Want die zetten de sfeer. Die zetten hoe dat mensen naar u kijken. Die zetten hoe dat mensen u zien. En hoe dat ze u horen. Mooi. Ja, en voor mij is de volgende stap naar stem is echt ook de kracht van je stem. Er zit veel meer in die stem, zodat naar het helende van een stem. Uzelf, ja, niet alleen uzelf laten horen, uzelf laten zien, maar ook echt uzelf een stukje naar een hoger niveau, de transformatie van een stem. Ja. Ik was, denk 2 of 3 dagen geleden, was ik in de badkamer. Met mijn zoon, die was poedelnaakt en die deed een dino na. En dat kwam echt van heel diep zo. En die kon zo roepen met een volume. En ik heb dat proberen na te doen, zeker 10 keer. En ik kan niet roepen. En ik weet niet wat dat komt. Ik weet niet. En dan denk ik, tja, interessante invitatie. Dat ik moet dien te onderzoeken. Mm-hmm. Ik kan dus letterlijk niet roepen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb zo mensen die dus met een full power zo echt... Ja, ik weet niet, miserie of whatever... iets kunnen roepen. Mm-hmm. Mijn zoon deed dat nu gewoon uit zijn oerkracht. Mm-hmm. En kan je verzekeren, ik denk dat hij het einde van de straat het heeft gehoord. Mm-hmm. Hoe komt dat? Ik was net aan het denken, het feit, een stukje uw persoonlijkheid, denk ik. Hè? Mm-hmm. Dat binnenhouden, dat, denk ik, zou er een stukje achter kunnen zitten. Ik denk dat jij wel kunt roepen, hè. Als je morgen ergens loopt met je zoon en die doet iets zeer onveilig, ga jij wel roepen. Sowieso. Maar ja, die druk zetten, denk ik, dat kan te maken hebben met het feit van dat je inderdaad redelijk alles binnenhoudt. Anderzijds, nog een reden, is dat roepen zit ook vaak in je kopregister. Ja. Als je... Woehoe, dat kun je trainen. Hè? Ik denk dat een stukje misschien onontgonnen gebied is voor jou. Waar dat dan te winnen valt. Dat een stuk is van je stem dat je nog niet kent. En dat is niet roepen, hè, wat ik nu doe. Dat is gewoon je kopregister. Roepen is... Dat. Dat is ook niet roepen, was dat. Zo. Waar heb je de eerste keer gestudeerd? Was dat in... Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven. Gent. Gent. Moesten we nu Katrien en Peter, 45, 46 respectievelijk, jong van aard. En we gaan naar Gent. En we moeten in de Overpoortstraat. Mm-hmm. Katrien, die 18 is, met een pintje in haar hand.
Plat water of een cola, maakt me niet uit. Wat voor advies zou je haar geven? Open een kerstboom en noem hem Ronnie. Je beseft nu toch wel dat heel dat stuk van die kerstboom dat je dat er gaan inlaten. Ik had erin, je beseft dat nu toch wel. Hè? God, welk advies zou ik haar geven? Ik zou... Of les of inzicht, hè? Ja. Doe maar. De dingen gaan zoals ze gaan. En durf maar je hart volgen. Ja. Kijk, mm-hmm. Ik wou dat ik dat vroeger ook de liefdeheid ook wist. Want ik wist dat niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Heb je dat altijd gedaan? Ja. Ik heb wel veel mijn hart gevolgd, ja. Toch wel. En er is een tijd geweest, dat ik mijn hart niet meer vertrouwde. In die zin dat ik rationele keuzes ging maken. Hmm. Maar onderhuids zat dat er altijd. Ja. Maar zo de barometer is zo een beetje overgeslaan. Op een gegeven moment. En dan is die teruggekomen. Ja. Dan de balans vinden daarin. De balans tussen hoofd en hart? Ja. Of tussen intuïtie en verstand. Ja. Dat. Ja. Intuïtie en kennis. Om niet in het zweverige geitenwolle sokken label te belanden. Die beide. Ja. In mijn oefeningen of in mijn werk. Zo. Geef u maar, zonder dat je weet wat te doen. Spring maar in die oefening. En dan nadien de verklaring geven van wat er stemtechnisch is gebeurd. Ja. Ja. Dat evenwicht. En als morgen Beyoncé belt, ze zegt: Catherine, want to join me on stage? Oh yeah. Queen K. From Melsiele. Yes. Let's do it. Lady K. with Connie and the Christmas tree. Yes. absoluut. Ik zou ja zeggen, met heel mijn hart. En dan zou inderdaad Connie komen. Die zou denken, die zeggen, wat ga jij doen? Maar ja, dat is wel niet voor een reden, hè, Catherine. Mm-hmm. Ja, maar het gaat niet goed zijn. Gaat uit een toonbal. Dus die Connie gaat er zijn. Maar ik ga ze in de kerstboom hangen. Bij Ronnie. Je zegt letterlijk, binnen 5 jaar weet ik nog niet zeker of dat ik dat dit nu nog altijd ga doen. Volgens mij is er al iets onderhuids bij jou, intuïtief, die al aangeeft dat je van iets aan een ander pad aan bewandeld bent. Wat is dat dan? Heb je bijvoorbeeld een boek aan het schrijven daarover? Want dat lijkt me een keer echt zoiets dat ik denk, dat zou ik wel in een boek willen over horen. Dan denk ik van Belgium's Best Kept Secret, Catherine van Heistelen, met haar Connie en haar kerstboom. Where the fuck have you been? Hij noemt een boek Borderline. Allesbehalve over ja. Madonna. Ja. En ik zal hem aan u opdragen. Waarvoor dank. Dat is tot het minste. Ja. Het idee is er om een boek te schrijven. Maar er is een Connie in mij die zegt, je bent geen schrijver. Is dat zo? Oh ja, het is het stemmetje. Ik heb heel mijn schooltijd gehoord, Catherine kan niet schrijven. Ik kan het goed uitleggen, maar ik kan niet schrijven. Want schooltijd ligt al een tijdje achter ons, hè? Ik weet het. Maar wat? It's in progress. Weet je wat ik nu doe? 'S ochtends en 's avonds, dus na deze opname. En dat werkt echt voor mij. In het begin ik heb een beetje resistance gehad. Ze noemen dat journaling, noemen ze dat. Dat is letterlijk, je pakt gewoon papier en pen en ben je gewoon te schrijven. En het eerste moment is dat zever. En dan begint er ding te komen. En dat maakt niet uit of dat nu samenhangend is of niet samenhangend is. Je kunt dat ook tikken natuurlijk, hè, op de computer. Mm-hmm. Maar ik vind dat iets heel... Ik weet niet. Ik heb mezelf ook nooit gezien als schrijver, maar toch ga ik dat wel doen, ja. Mm-hmm. Wanneer, hoe en wat, dat doet er niet toe. Ik geef me over, zoals dat je dat zegt, de surrender.
Ik denk ja. Mm-hmm. Als er een liedje in zit, Don't Die With The Music Still In You. Want ik heb dat letterlijk gevraagd aan een muzikant die ook schrijver is. Ik zeg, wat is het verschil tussen een nummer schrijven en een boek schrijven? Dat die een boek schrijven is voor mij veel makkelijker dan een nummer schrijven. Hij had al die arrangementen en toestanden en al, terwijl een boek schrijven is een boek schrijven. Ik dacht, het enige wat ik dien te doen is me afzonderen. Mm-hmm. En me over te geven aan het moment en gewoon schrijven. Mm-hmm. Waarover zou jouw boek gaan? Wat vertel ik mijn 18-jarige zelf? Mm-hmm. Vandaar ook de vraag. Mm-hmm. Niet voor te zeggen van, doe dit nu, maar... Als ik zie wat dat 23-jarigen mee bezig zijn, sommigen, tegenover toen jij en ik 23 waren, er waren geen gsm's, er was geen YouTube, er was geen Tinder, er was geen... Mm-hmm. Ja... En ik kan niet zeggen dat dat nu alles verandert, maar toch denk ik van, zoals dat jij waarschijnlijk ook, alles wat je meegemaakt hebt in je leven, ook de dingen die volledig verkeerd gegaan zijn, die heb je wel gevormd en inzichten en zijn een groei geweest. Zelfs de meest moeilijke momenten zijn namelijk die dingen geweest die je toegang hebben tot een bepaalde groei en inzichten in je leven. Mm-hmm. En je zou niet zijn wie dat nu bent zonder die inzichten en dat bewustzijn. Misschien is dat beter woord. Mm-hmm. Absoluut. En dat weet je niet als je 18 bent. Nee. Er zijn ook geen shortcuts. Alleen is het natuurlijk wel leuker. Heb jij noem dat coaches die tussen de 20 en de 30 zijn? Nauwelijks. Ik heb er wel gehad. Ja. Maar de meeste van mijn coaches zijn plus 40. Plus 40? Mm-hmm. Ik ging zeggen tussen de 30 en de 50. Ja, plus 40. Is het een verschil tussen man en vrouw? Het is 50-50. Zijn die mensen dan ook meer op zoek naar een bepaalde zingeving? Bij de meeste wel, toch wel. Ja. En als dat nog niet zo was, dan komen we er zo bij. mensen zijn op zoek naar rust. Ja, en rust is bij jezelf te vinden. Eerder in je hart dan in je hoofd. Het heeft me 40 jaar geduurd toen ik dat door had. Maar je hebt het door. Het zijn mensen die het nooit zullen doorhebben. Nee. Maar voor mij was het wel... Ik heb er bijna mijn leven mee gekost. Door rationeel te leven. Mm-hmm. Want het is een heel beperkend leven. Hè? Door niet even uit naar je hart te luisteren. Mm-hmm. Nu kan ik dat zo gewoon vertellen. Maar 10 jaar, 6 jaar geleden... Dat vond ik echt nogal... Mm-hmm. Allee, wie zegt er dat nu? Gast. Mm-hmm. Maar nu? Omdat daar het antwoord ligt. Ja. Ik had er vandaag nog met iemand over. Het antwoord ligt echt in de stilte. Het ligt echt in de stilte. Mm-hmm. Dat klinkt zo cliché en zo banaal, maar het is effectief zo. Ja, absoluut. En je moet een bepaald pad bewandeld hebben om ook te weten wat dat is. Want als je in een rationeel stuk zit en iemand zegt u, het antwoord zit in de stilte, dan begrijp je er niks van. Integendeel, je zou de stilte opzoeken en je zou er compleet gek van worden. Ja, maar dat is. Ik heb mensen die letterlijk nog geen minuut kunnen stil zijn, die compleet zot worden. Maar ik geloof niet... in mensen die mensen kennis opdringen. Ik geloof dat mensen zoals gecoacht kunnen worden pas als het recht om vragen en ervoor openstaan. Mm-hmm. Ik vind dat zelfs egoïstisch. En het pad ontvouwt zich terwijl dat je het bewandelt. En mensen dienen eerst dingen mee te maken
En dat is vaak, is dat zo burn-out of een echtscheiding of zelfmoordneigingen. Bij mij was dat nu de laatste twee. Of ergens vastzitten in het leven. Alles hebben en toch leeg zijn. Mm-hmm. En dan op zoek gaan naar iets anders. Mm-hmm. En dat niet kunnen vinden in hard werken, Netflixen, roken, drinken, drugs, seks, whatever. Mm-hmm. En dan pas, denk, bij mij was het ook zo, ik had op een bepaald moment zoiets van, ik was zodanig moe, dat ik zoiets had van, ik wist niet wat er aan de hand was, en ik had zoiets van, ik ga alles proberen, ook al snappen mijn brein, mijn hoofd niet wat het is, zolang dat ik er maar vanaf ben. Omdat de klassieke geneeskunde me niet, hij is perfect gezond, en toch wist ik dat het niet zo, ik was wel dat ik wist wat gezond was, maar toch was er iets dat niet klopte. En het is pas dan, als je zo die stap zet en begint open te staan, ja, dat je echt ontdekt van er is nog heel veel dat ik niet van weet, of er is, het leven is zo mooi en het is zo beperkend als je het alleen maar door je hoofd doet. Dus dat rationele, dat is tof, maar als mens denk ik, één keer als je zo van die dingen hebt meegemaakt, dat mensen dan beginnen voor open te staan. Maar ik kan niet die mensen hun lessen ontnemen. Ze moeten helemaal niks, maar ze hebben hun eigen pad en hun eigen reis. Mm-hmm. En soms zou ik elkaar tegenkomen en soms misschien ook niet. En dat is allemaal oké. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ik heb een heel andere vraag voor jou, Katrien. Mm-hmm. Je sprak in het begin van ons gesprek over die vrienden waar je mee rock luisterde. Rock Turout. Is door jouw levensreis, en wat hij nu onder andere doet, is zo... Hans, jouw sociale kring van vrienden verandert, maar bij mij is dat echt, is dat compleet omgeveranderd. Moesten ze dat nu luisteren, dan zijn die is compleet zot geworden, die snelheid. Volledig zot. Mm-hmm. Is dat bij jou ook zo? Niet dat je zot zit, maar ik bedoel dat dat wel veranderd is, omdat je... Deels. Dus ik heb heel veel vrienden die... die wel mee zijn, denk ik, in wat ik doe, in mijn verhaal. Ook al begrijpen ze het niet. Maar er zijn een heleboel nieuwe mensen bijgekomen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En die vrienden die het niet begrijpen... Er zijn ook vrienden die totaal ook niet begrijpen. Hè. Zo, ik kreeg regelmatig ook wel van vrienden vragen van... Maar wat doe jij nu? En kun je er dan van leven? Ja, en zijn er mensen die ervoor betalen? En dat is, oké. Okay. En dat zijn niet de vrienden bij wie ik dan... Ja, dat zijn goede vrienden voor een goed pintje te gaan pakken op café. Maar niet om mijn dinges des levens mee te delen. Ja. Ja. Je hoeft ook niet alles bij alle vrienden te vinden. Nee, klopt. Dat heeft mij ook lang, geduurd tot ik dat door had. Is dat? Ja, toch probeer wel. Je dat? Probeer je dat om ja. En iemand kunnen mee de hand dansen, iemand om pintjes mee te pakken, te zeveren en iemand om heel diep mee te kunnen praten? Ja, ik ging altijd voor alles, maar ik heb dat nu door dat dat niet zo is. Ja. en dat is oké, okay, ja? Ja, dat is oké. Okay. Maar is mijn vriendenkring veranderd? Ja. Doorheen de jaren, ja. En die verandert nog steeds. Dat is ook net het boeiende. Toch? Het zal wel zijn. Het zal wel zijn, ja. Ja? Ja? Maar het is niet zo drastisch, denk ik. Zoals bij jou, zoals jij het vertelt. Het is niet... Dus mm-hmm. We zijn intussen tijd 1:20 bezig. Ik had me voorgenomen 1 uur te spreken met jou. Ik had wat posts van jou op LinkedIn geliked. Ik vind dat trouwens dat je hele inspirerende posts op LinkedIn zet. Ik contacte vanavond dat je er blijkbaar nog gezet hebt. En voor een of andere reden, omdat ik het misschien niet meer gezien heb of geliked heb, kom je blijkbaar niet ergens, dat zijn die algoritmes, hè, ergens op mijn dingen. Mm-hmm. Dus ik vind dat je heel inspirerende posts liked. Vandaar dat wij contact hebben gehad. Mm-hmm. Hoe is nu die ervaring voor jou geweest
Want ik vermoed dat je geen verwachting had, of had je wel een bepaalde verwachting? Nee. Ik vind het heel fijn. Ik bedoel, ik was er net aan het denken, want ik zag ook de tijd voorbij strijken. Ik dacht, je moet gewoon binnenkort eens afspreken in de Overpoort. Hij brengt je gitaar mee in een kroeg met een pintje. Ja, maar dat is goed. Maar dat is zeer dun. Ja. Pas op. Don't challenge me, hè, want ik ben daartoe in staat om zoiets te doen. Hè. Ik bedoel, ik heb geen probleem om een uur te vullen zonder enige vorm van repetitie. Om te zijn, dat nummer. En dat is nog gebeurd. Mm-hmm. Voilà. Ik hou wel van uitdagingen. Kijk, Katrien, ik wil je ook bedanken al sinds. Ik wens je heel veel succes. Ja. En super bedankt. Vond super, super fijn. En ik hoop en ik wens dat we dat zelfs een keer opnieuw gaan doen, maar een keer fysiek inderdaad. Want remote, hè, dat is één ding, maar er is toch nog een verschil tussen het fysieke gesprek voeren. Hè. Mm-hmm. Ik wil jou ook bedanken, Peter. Ik vond het ook heel, heel fijn. Zo heel open, bochten genomen van 90 graden in dit gesprek. Heel leuk, maar wel in verbinding. En dat heb ik wel gevoeld. Dus dat is ontzettend fijn. Dankjewel. Je bent bedankt. Super. En deze aflevering werd tot stand gebracht dankzij Riverside.fm, de makkelijkste manier om podcasts en video's in studio kwaliteit op te nemen.